En bewoners van het boven Suriname gebied hebben vandaag een petitie ingediend bij de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B. De bewoners willen voorkomen dat er een brug wordt gebouwd over de boven Suriname rivier door houtbedrijf Palmera Timber Processing. Ze vrezen dat het Saramacaans gebied als doorgang gebruikt zal worden om de houtconcessies in het Tapanahoni gebied te kunnen bereiken. Ze vragen middels deze petitie de aandacht van de Nationale Assemblée. En de mensen denken dat, omdat het een hele grote impact heeft op hun leven, dat ze ook een beetje inspraak hebben. En ze hebben hun standpunt verwoord in de petitie. En dat bieden wij het parlement aan, hopende dat als het ooit bij het parlement komt, dat het parlement een beslissing erover moet nemen, dat het parlement weet wat het standpunt is van de gemeenschap. En dat staat allemaal in deze petitie. Zeer overduidelijk goed gemotiveerd het standpunt van de mensen. We hebben het in ontvangst genomen en we zullen serieus aandacht aan geven. Ik moet praten, ik weet niet als ik moet zeggen, gelukkig ben ik. Gelukkige omstandigheid dat ik morgen gesprek heb met de president. Wil ik dit gelijk op de agenda plaatsen met hem erover te praten. Ja, zodat aandacht gegeven wordt aan deze case. Ja, het speelt al een tijdje. Ja, het is ons al geruime tijd ten voren gekomen. En nu met deze petitie, ondersteund door 2000 handtekeningen, dat we nog een draagvlak nodig. Na de petitie-indiening spraken we met Kenneth Lasso, die als woordvoerder van de bewoners optrad. Hij gaf aan dat de bewoners er alle vertrouwen in hebben dat het staatshoofd weet wat er leeft onder het volk. Hij ging in op wat ze van boven Suriname vragen van de Nationale Assemblée. De gemeenschap wil deze brug niet, omdat het doel van deze brug niet leidt tot voordelen van de gemeenschap. Het is het belang van één bedrijf en dan wordt het belang van de gemeenschap ondergeschikt gemaakt aan dat van het bedrijf. En dat willen we niet. Kunt u een voorbeeld geven? Die brug is er om hout te transporteren en het gaat een stukje vaargeul belemmeren van de mensen. Dus het varen van die mensen zal belemmerd worden. En het voordeel is voor het bedrijf en dat is het belang van het bedrijf. Beter waarderen dan het belang van de gemeenschap. En dat is wat de gemeenschap wil kenbaar maken. Maar we hebben wel begrepen dat Palmeras eerst toestemming wil hebben van de gemeenschap om dan te gaan shoppen bij het ministerie van OW. Maar voordat het zover komt willen we onze standpunt al kenbaar maken dat we dat niet willen. De petitie is ondertekend door 2000 mensen. Een deel van de ondertekenaars woont in het gebied en een ander deel is van Paramaribo, maar heeft affiniteit met boven Suriname.